Overdag is het er heel warm, er is bijna geen schaduw en 's nachts kan het heel koud worden. Op het stuk gras voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel liggen honderden mensen. Binnen is er nog geen plek voor ze en dus slapen veel van hen al dagen buiten. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen vindt de situatie onmenselijk en is er gaan helpen. Normaal gesproken helpen ze vaak bij grote problemen in andere landen, zoals bij een oorlog of een natuurramp. Maar nu dus ook hier in Nederland. Er hebben vannacht 700 mensen hier voor de deur van het opvangcentrum geslapen. Zonder matrassen, zonder dekens. Er zijn geen douches. Mensen zijn ziek en worden niet geholpen. Het is voor het eerst dat Artsen zonder Grenzen in Nederland hulp moet aanbieden. Maar je ziet het, er liggen hier dan ook ontzettend veel mensen buiten. Wat wel opvallend is, is dat er eigenlijk geen kinderen en vrouwen tussen liggen. En dat komt omdat die voorrang krijgen. Dus die mogen eerder het aanmeldcentrum in of naar een andere noodopvangplek. Er zitten hier nu ongeveer 40 kinderen in de basisschoolleeftijd in het aanmeldcentrum. Maar ze willen er alles aan doen dat die in elk geval niet buiten hoeven te slapen. Ik weet dat ze er zijn, maar ze zijn binnen in de sporthal. En dat is maar goed ook, want daar is het toch een stukje prettiger. Maar voor veel volwassenen is daar dus geen plek, zoals voor Bargo dan. Hij is net 18 jaar oud en mag daarom niet naar binnen. Ook hij slaapt al 10 dagen buiten. Hij is gevlucht uit Syrië en heeft een lange tocht gemaakt. Voor een deel met een boot over zee. Hij had nooit verwacht dat het zo druk zou zijn bij deze aanmeldplek in Groningen. Je wordt niet binnengelaten, je wordt nog niet geadministreerd. Dus je bent hier in een soort van niemandsland. En als je niet hard genoeg roept, krijg je geen hulp. Want die hulp is er dus maar weinig. Er zijn geen douches, mensen liggen dicht op elkaar en het is er vies. Hierdoor is er veel kans op ziektes. Sommige mannen hebben huiduitslag gekregen. Wij geven ze nieuwe medicijnen. We gaan wondjes behandelen. Er zijn ook mensen die trauma's hebben, die psychisch in de war zijn. Daar gaan we gesprekken mee voeren. Bargo dan vindt de hulp fijn, maar hij hoopt vooral dat hij snel niet meer buiten hoeft te slapen. Ik ben hier.